altijd bezig met mijn vergelijkende studie van de stadions. En vandaag zijn we aanbeland bij de Antwerp. Ze zeggen dat het hier de oudste club van heel het land is. Maar zo oud is dat hier toch niet? Alexander Hendricks, gouden medaillewinnaar in een hockey, maar vooral ook een Antwerp-fan. Ja, een vurige supporter. Ik ben altijd supporter gebleven. Zelfs in tweede klas was het altijd lachen om te komen kijken, maar ik ben wel blij dat ze terug aan de top zijn. Als we hier met duizend of tweede man nog zaten in tweede afdeling, dan was ik erbij. Het is hier wel miserie geweest. Hè? En, ja, als je nu ziet, een nieuw stadion. Vroeger was dat hier heel, heel oud, maar hier van binnen is nu echt picobel in orde. Je hebt loges van boven, je hebt hier 4-5 verdiepen. Ze hebben hier alles. We zitten hier in de Diamonds Bar. Dat is hier een hele chique bedoeling. En het leukste van al is dat je hier straks de spelers kan zien passeren. Vriendelijke mannen. Zwaait niet terug. Ik denk dat hij mij niet gezien heeft. Zal dat wel zijn. Als we straks scoren, is het dan een bijzonder liedje dat ze spelen? Ah, al een goede beat. Het is wel een heel chic stadion. Heel proper, heel netjes tegen vroeger was het echt wel. Kunnen we niet vergelijken. Nu is het echt wel een uur of bijna top. Hoe gaat dat hier proper wc's zijn? Ja, dat is beter dan op de tweede, hè. Waar dat geen proper? Dat was tegen een murkje. Dat kwam gewoon aan beneden, zeker. Ja, ik heb gehoord dat het hier soms toch al zwaar aan toe gaat. Ja, nou wel. Ik ben juist achter. Niet goed, hè? Ah, ze hebben gescoord! Heb je hier nog nooit iets meegemaakt? Zie dat jij een serieus litteken hebt. Dat is niet van hier, dat is van in een hockey. Je ziet er stoer uit, maar ik denk dat het allemaal teddybeertjes zijn. Je moet mij vandaag toch geen zorgen maken, hè, Tom? Nee, Mechelen zeker niet. Er zijn een aantal ploegen waar we sympathie voor hebben, dus ja. Ik hoor het! Tegen Beerschot is deze maal 10. En twee marginale. Oh, en... Marginale? Een paar marginale! Ik zeg altijd, meer dan een elf van Nantwerp supporters heeft voor twee tanden. Wij zijn geen marginale, maar de tegensupporters zongen dat naar ons en nu hebben wij ons toegeëigend. Een beetje marginale is oké. Okay. Ja, vooral die van Mechelen zijn de kakkers. Dat vind ik nog erger eigenlijk. Kansen gaat in de eerste helft niet afgemaakt. Twee verloren, kan gebeuren. We kunnen niet allemaal gouden medaillewinnaars zijn. Hè? De prijzen worden op het einde uitgedeeld, dus er zijn nog matchen genoeg voor te winnen. Thank you.